Hoi, ik ben Mare Bouwmeester. En ik heb weer een aantal workouts voor jullie verzonnen die je lekker thuis kan doen. En vandaag doen we de benen en een beetje cardio. Oké, we beginnen deze workout met de burpee om even goed die hartslag omhoog te krijgen. Normaal is een burpee met de buik tot de grond, wij doen het tot de voorlichtsteun, zodat we een mooie vorm blijven houden. Dus dit. Springen, terug en omhoog. En zorg dat je in deze positie goed je buikspieren en je billen een beetje hebt aangespannen. Dus dat je niet te veel doorhangt of te bol blijft. Oké, de volgende oefening voor je benen en ook een beetje je hartslag is de jumping lunges. Dus je begint in deze positie, alles 90 graden en je springt naar de andere kant. Mocht dat heel zwaar zijn, dan kan je ook gewoon de lunges doen, stappen en terug. Oké, de volgende hebben we of een bankje of een verhogertje nodig. Iets waar je op kan stappen. Want we doen de step-up en dan met je knie omhoog. En terug, wisselen. En terug. Rechterbeen op, wisselen. Linkerbeen op. Zorg dat je hier weer goed van je hak uitduwt. Oké, en dan de laatste oefening om deze hele workout mee af te sluiten is de sumo squat. En sumo betekent dat je net iets breder staat dan heupbreedte. Dus doe een stap naar buiten, je staat wat wijder en dan ga je squatbeweging maken. In deze positie kan je bovenliggen mooier rechtop blijven en je voelt goed je billen. Zorg dat je je knieën goed naar buiten blijft duwen. Nou, dit waren alle oefeningen van het circuit. Heb je ze allemaal gedaan? Neem dan even een klein beetje rust, een minuutje, twee minuutjes. En dan doen we alles nog één keer. En voel je echt heel goed, dan misschien nog één keer extra. Dus dan in totaal twee of drie keer. Wil je nog meer workouts die je lekker thuis kan doen? Hou dan onze socials in de gaten, want er komen nog een heleboel aan.